In een eerdere video had ik laten zien dat mijn gebruiker Paul binnen Google Workspace een alias had gekregen met de naam administratie-ad. Oh, ik zie dat hij weg is. Dus laat ik hem gelijk even toevoegen. Je ziet nu dat ik binnen de beheersconsole de alias heb toegevoegd. Vervolgens heeft Paul dat die alias gekoppeld aan zijn Gmail-account. Dat vind je hierin terug. Een uitgebreide handleiding over hoe je dat doet, die heb ik op dit kanaal staan. Maar goed, ik voeg het nu even snel toe. En je ziet dat als Paul een mail wil sturen, dat dat via Gmail kan door dit mailadres te selecteren. Nou, in deze video gaan wij deze alias koppelen aan Apple Mail. Zodat als je dus wilt mailen via je MacBook, via Apple Mail, je ook deze alias kan gebruiken. Wat ik daarvoor doe is, ik open Apple Mail. Ik klik in de linkerbovenbalk op instellingen. En vervolgens ga ik naar accounts. Ik selecteer het account van Paul. En bij e-mailadres klik ik op de balk en klik ik op wijzig e-mailadressen. Nou, dit is het moment waarop ik kan zeggen van nou, ik wil nog een mailadres toevoegen met de naam administratie@taravati.nl. Dat is de alias die ik net heb toegevoegd. Ik klik op enter en zoals je nu ziet in deze lijst zijn er twee mailadressen gekoppeld aan dit account. Nou, zodra ik een Apple Mail nu een mail wil versturen, heb ik de optie om via Paul te mailen. Maar ook via administratie-ad. Nou, dat is in een notendop hoe je een alias kunt toevoegen binnen Apple Mail. Je hebt in het kort gezien dat je via de beheerdersconsole een alias moet koppelen. Daarna dat je via Gmail het account moet toevoegen. En vervolgens dat je via Apple Mail in de instellingen het mailadres kunt toevoegen aan je account. Voordat je dit allemaal kan doen, zul je je mailaccount wel moeten koppelen aan macOS. Heb je dat nog niet gedaan? Dan moet je dat dus eerst doen. Het koppelen van je mailaccount kan door de systeeminstellingen te openen. Vervolgens naar internetaccounts te gaan. En daarna hier op voeg account toe te klikken. En daarna in te loggen met je Gmail-account. Dit is stap 1. Heb je het allemaal gedaan? Dan kun je dus via de instellingen van je mail je alias toevoegen. Nou, mocht je de vragen hebben, laat het me dan weten. Vond je dit een nuttige video? Doe dan een duimpje omhoog. Heb je tips? Vond je dit te snel gaan? Of misschien juist heel fijn? Laat het me dan ook weten. Nou, succes, veel plezier en fijne dag nog.